En elke maandag bespreken we natuurlijk ook het weekend dat achter ons loog als het gaat om de sport. En door van Schuft, Ries getrouwen, Maurice Grava. Maurice, welkom. Veel voetbal, maar we beginnen met iets wat belangrijker dan voetbal, hè? Ja, absoluut. ALS bij Fernando Rix, het was toch de hele week al bezig gehouden. En ik moet zeggen, ik heb de beelden in de wereld draai doorgezien. Ongelooflijk, hè? Dan is de rest eigenlijk gelijk onbelangrijk. Ja, mensonterend als ze dat zo is. Ja. Die game is zo achter elkaar gegaan. Ja, en we hebben natuurlijk ook goed Fortuna kamp Paul Luthe hier al eens te gast gehad. Tijd nu niet meer honger. Ja, dat was een supporter van Fortuna. Ja. En ja, dat houdt erin. Ja, het opmerkelijke is dat, en dan bleek wie groter de speler wordt. Hij kreeg dus nu steunbetuigingen over de hele wereld zo ongeveer. Zien een speciale fanpagina op Facebook. Die worden in 2 dagen tijd op 71.000 vriendjes. Ja. Dus dat geeft waarheid aan wie populair is. Maar zelfs bijvoorbeeld de aanhang van Celtic. Hij speelde bij Glasgow. Ja, dan moeten we wel even dat vertellen. Hij speelde bij Glasgow. En Glasgow en Celtic, dat is zijn aardsvijanden. Ik denk dat nergens op de wereld die vete onderling zo groot is als door. En als zelfs nu de supporters van Celtic, ja, eigenlijk moet het normaal zijn, maar ja. Dit eerbetoon al aan Fernando geven, dat is gewoon fantastisch. Dat ja. Zegt alles. Ook hier in Nederland natuurlijk, zeker bij Fortuna Sittard, zijn oude club. Zijn boek, want dat was eigenlijk de aanleiding dat er vorige week in het nieuws kwam, hij in biografie. Zijn boek is meteen ook een grote hit geworden. In nog een week tijd de tweede druk al binnen Oud verkocht. Dat betekent 15.000 exemplaren zoiets al verkocht. Dat gaat natuurlijk als een trein nu. En ik weet niet in welk programma het vertelde werd. De titel van zijn boek Vechtlust, dat is wat er nu heel hard nodig heeft om de komende periode door te gaan komen. Ja, hij zegt gewoon, ik ben de eerste die deze ziekte gaat overleven. Dat is eigenlijk zijn stelling. Dat typeert hem en dat is ook hartstikke mooi dat het er zo in gaat. En ja, we begonnen het hem zaterdag is er te gast in Sportarena. Ik ben zelden nerveus meer voor een gast, maar ik moet eerlijk zeggen, nu, ondanks dat je hem goed kent, of misschien doordat ik hem goed ken, ben ik best wel nerveus naar dat interview. Ben je best bang dat ze gaan schrikken van wie ernstig dat is? Als ze hem nevelig hebt zitten? Nee, dat denk ik niet, want daar heb ik wel een beeld van. Maar misschien ben ik wel bang dat ik ook emotioneel ben. Ja, dat is toch een oud collega over, ja. Maar een streep van dingen waar ze heel veel spreekt. Dus ik kan me dat wel voorstellen. Ja. Ja. Want ja, als ze de wereld erdoor keek, ik heb ze fragmentje dingen later ook wel een keer teruggezien. Zelfs voor niet-sportliefhebbers, dat ga je doormerken bij als ze zorgens weer hebben. Hij wil het absoluut niet zielig gevonden weer. En dan gaan we dat nou niet doen in de sportarena. Maar het blijft toch lastig. Duidelijk. Vergoon nou het voetbal van afgelopen weekend. En laten we dan maar even beginnen bij de helden van Rode JC. 3-3. Wederom een spektakelstuk tegen Groningen. Ja, Rode had denk ik patent op spektakelstukken dit jaar. Ook op 3-3. En het knappe hiervan is 3 keer vanuit achterstand teruggekomen. In blessuretijd uiteindelijk de penalty van Fledeuris naar 3-3. 2 penalties gemist dit seizoen. En deze zondag kregen ze 2 penalties. Laat ik zeggen, doe kent ze geven. Dat is te verklaren, maar allebei, de arbitrage zit ook een keer met. En wat dat betreft, dat mag ook wel eens bureau daar. Dat mag ook wel eens. En het waren ook volledig verdiend. Ja, dus, wie het seizoen begon, hebben jullie de kennis gehad van Roda. Misschien de verrassing van dit seizoen. Anders dachten die gewoon weer onderaan eindigen. Ja. Volgens mij hebben we 18 verrassingen in de Eredivisie. Ja, dat is ook gewoon. Wat maar Roda is wel positief als negatief. Maar Roda voetbalt echt naar behoren. En ik vind dat ze het beter doen als verwacht. En ja, leuk was ook, Courto speelde een fantastische wedstrijd. Ja. Had toch een foutje erbij. Maar als ze de beelden goed analyseert, denk ik dat er ook aardig gehinderd werden door de aanvaller. Dus, Gewoon een VVV, want toch ga je het toch aanzienlijk minder goed met. Ja, VVV had een dramatische week. Op maandagavond speelden ze in Twente tegen Jong FC Twente, waar ze in de blessuretijd de gelijkmaker moesten incasseren. Net dus. Donderdag spelen ze tegen Heerenveen. Verlezen ze voor de beker. Kregen complimenten voor hun spel. Maar liggen er goed. Net. En nu Jong PSV. En afgelopen zondag Jong PSV. 2-0 verlies. 0-0. Kregen ze een penalty tegen. Terecht of onterecht. Maar ze verlezen hem daardoor met 0-2. Dus ook net. En dat is het vooral voor VVV dit seizoen. Het is nog steeds net. En terwijl ze eigenlijk barsten van het talent voor Jupiler League begrippen. En René Tros geeft dat, is een hele trainer die heel reëel is. Geeft dat ook aan. De puzzelstukjes vallen op dit moment nog niet op de juiste plaats. En hij verwacht meer van zijn team. Ja, ik denk dat hij niet de enige is die meer verwacht van dit VVV. Duidelijk. Voor een veldrijden. En dan beginnen we bij Mike Teunissen. Hier nog in zijn wereldkampioenstrui. Ja.
Hij is uiteindelijk gewonnen bij de belofte in België, in, zeg maar even kijken, in Zonhoven. Want hij had wel wat pech gehad al dit veldrijdseizoen. Maar afgelopen zondag waren er de eerste. En met kop en schouders reden de rest er vanavond in de modder. Want dat was wel op zijn lief geschreven. Ja. Dat is echt het stoempen in de modder, dat is voor hem kaasje. En nog meer succes voor de Limburgers, want Sabrina Stultjens deed bij de vrouwen ook heel aardig met. Dat is een mooier foto al als net film gelegen. En Sabrina Stultjens is ook een apart verhaal. Is drie weken, heeft echt drie weken last gehad van een behoorlijke blessure. En moest afgelopen zondag de EK voor belofte in Tsjechië fietsenveldrijden. Dus wist helemaal niet wie ze ervoor stond. En achteraf, ze werd uiteindelijk tweede met een beetje meer trainingsarbeid de laatste weken, een beetje fitter, had ze door goud gepakt. Dus heel goed resultaat, maar aan de andere kant, ik denk dat het er ook wel een beetje zoiets zet van shit. Ja, Patrick Dick als grote sportkenner, het functie van de technische kwaliteiten van Sabrina Stultjens. Ja, is een leuk eentje. Dat is nu gaan wat ze wil zwemmen. Nee, ik wil eigenlijk op het wielrennen hebben. Ja, tuurlijk. Ja, net als met open mond. Ze zal ook vast twee wielen op de fiets hebben, dus ik geloof het rijk. Oké, goed. Belangrijke bijdrage. Dan moeten we ook aan het doen met vrouwen. We gaan door naar volleybal. De derby op het programma in Limburg. Peelpoes tegen VC Weert. Ja, altijd een hele beladen derby, want daar hebben ze toch weer wat van oudsher denkt, dat het wat damesvolleybal betreft, grootmacht, jonge Oranje is er jaren geweest. En, ja, die voelen zich toch de grote zus, moet ik eigenlijk zeggen, is damesvolleybal, hè, van Peelpoes. Maar Peelpoes, daar zit, die volleybalvereniging zit daar helemaal in het Meijelse samenleving verweven en met heel veel vrijwilligers. Maar dat doet de eerste keer in de historie dat ze wonnen van VC Weert. Dat durf ik niet te zeggen. Het wordt heel lang geleden. Is dat alles eerder gebeurd? Ja, oké. Want het wordt heel lang geleden. Ik denk wel voor de eerste keer dat het zo makkelijk ging. Want ondanks dat weer drie puntjes of net bovenaan op de ranglijst stond, nu stonden ze gelijk, wist Peelpoes het mij al dus heel makkelijk met 3-1 te winnen. Oké. Dan eindigen we dit rondje bij een andere zaalsport, namelijk handbal. Nederlandse mannen die hebben gespeeld met Luc Steins. Hij Verhoop heeft er gespeeld bij de mannen, zoals ze een debuut kunnen maken. Het is een beetje onduidelijkheid. Volgens mij heeft er niet gespeeld, maar er is een site die meldt dat er wel gespeeld heeft. Maar Lions zeggen jullie dat dat niet zo is. Is misschien ook de reden dat ze net met 28-26 in en tegen Israël verloren hebben. Want met Luc Iedervie geen ze niet verliezen. Ja, kleine talent uit geleiden. Ja, Luc Steins fanclub huren werd toch toe? Of niet? Ja, natuurlijk, uiteraard. Voor Monum Gier. Ze stonden wel dat hij aan kop in de pool. Hè? Dus, alleen de groepswinnaar gaat ook door naar de play-offs. Dus dat zal ook moeten. Voor het WK. Ja, voor het WK. Ja, duidelijk. Nou, blieft nog even, Gutten-Maurice. Dankjewel voor de bijdrage op sportgebied. Vooral nu. En dan geven we natuurlijk kijken naar onze eigen rubriek over de multimedia en de grappige filmpjes, namelijk het toetje.